Hallo, welkom iedereen en welkom terug in een nieuwe video. Ik wou deze video speciaal opnemen, want eigenlijk ben ik bezig met een aantal notities te maken rond seksuele alchemie, om daar in de toekomst een training of een project of zoiets van te maken. Maar ik voelde dat de inzichten en de informatie die ik ontvangen heb rond wat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën rond aan het werken zijn, onder invloed van de volle maan in weegschaal, als ik me goed voor heb. En daarom wou ik toch eventjes deze video opnemen, omdat het eigenlijk een heel belangrijk thema is. Het gaat rond zelfwaarde. En hoe dat zelfwaarde eigenlijk dit zich ook uit in relaties, zoals bijvoorbeeld de tweelingvlamconnectie. Maar ook hoe dat het zich uit in het open zijn, in het ontvangen van die diepe, onvoorwaardelijke liefde. En tegelijkertijd ook in financiën, in geld. Want het is zo, en ik weet niet of ik dat al verteld heb, maar wanneer dat tweelingvlammen, één van beiden, niet volledig in hun missie stappen en niet volledig op het pad lopen waar ze eigenlijk bedoeld zijn om te zijn, dan gaat zich dat weerspiegelen in de financiële flow. Dan gaat er inderdaad wat geld binnenkomen, gaat er wat geld gaan stromen, maar gaat er nooit een constante flow zijn of die veiligheid zijn. En dat is eigenlijk bedoeld om tweelingvlammen echt op hun pad te krijgen. Want tweelingvlammen zijn hier ook om anderen weer te gaan ondersteunen. Sommigen om andere tweelingvlammen te ondersteunen, anderen om soulmates en andere zielen te gaan ondersteunen. In welk thema dan ook. Maar het net in die missie stappen is ervoor nodig, niet alleen voor zichzelf, die financiële inkomsten en om voor zichzelf financieel te kunnen gaan zorgen, maar ook om een stuk uit vooroordelijke patronen te gaan stappen en ook van dienst te zijn naar anderen toe. En dat is iets waar ik zelf ook heel lang heb mee geworsteld en heb moeten aankijken en healen. Want er zitten daar heel veel stukken in rond die zelfwaarde en die dus zeker als tweeling dan ook gespiegeld wordt in je connectie. Dus wat dat maakt dat het vooruitgeduwd wordt om samen te komen, omdat we voelen en denken dat we niet waard zijn. En wat gebeurt er dan? En dat is het stuk wat ik zie, dus rond zelfwaarde, zie terugkomen bij verschillende soorten mensen die om me heen. Dat ik zelf ook heb mogen healen in mijn eigen connectie, maar dan ging het dan voornamelijk over de connectie. Niet zozeer het financiële stuk toe, maar zoals hij weet, heeft dat daar automatisch ook zijn invloed op. En dus wat zag ik gebeuren? In het begin van de week kwam er vanuit verschillende klanten het stuk of vragen rond van: ja, ik herken dat ik mezelf wat tegenhoud. Ik heb daar toen ook die video gemaakt van: saboteer jezelf niet vanuit angst om die diepe zielsliefde te ervaren door dingen weer weg te duwen, omdat het jou veel te hard triggert, omdat het veel te hard jouw schaduwen aanraakt. En daarmee ga je dan ook merken hoe later en hoe verder je komt in jouw connectie, dat die angst om die diepe liefde niet te ervaren eigenlijk ook een stukje verandert. En die angst komt dan eigenlijk, of toont zich dan eigenlijk, en dat heeft te maken met die zelfwaarde, niet meer zozeer in van angst van: gaat hij wel voor jou of voor mij kiezen, maar eerder in van: ja, gaan we wel in staat zijn om samen te komen door misschien dat er nog iemand anders, als een andere energie, een andere relatie in betrokken is. Of misschien is er geen geld bij een van beiden. Of misschien zit hij nog vast, hij of zij vast in een bepaald werk. Of zijn er andere ouders, kinderen, waar dat de rekening mee moet gehouden worden. En dat triggert dan eigenlijk weer die angst van: ja, gaan we in dat fysieke, gaan we dat in staat zijn om die eenheid dat we voelen in die 5D en energie, gaan we in staat zijn om dat ook in het fysieke te brengen. En dat is ook het stuk waar dan nu de mannelijke energie tegenaan lopen, die dualiteit daarom te nemen. Dat ga ik straks eens vertellen. Dus de angst om niet samen te komen, de angst dat je allebei constant voortdurend wordt afgeleid en moet kiezen voor andere dingen, financiën, werk, missie, wat dan ook dat maar is. Dat zijn de dingen dat nu naar boven komen en die nu mogen getransformeerd worden, die nu mogen losgelaten worden. En dat is hetgeen wat dan voornamelijk ook weer de taak is, een stuk in eerste instantie van de vrouwelijke energie. Omdat de vrouwelijke energie net door haar verbinding met het hogere in staat is om angsten los te laten in het nu. En dat is hetgeen wat ik gisteren, niet alleen gisteren, maar dat ik al een paar keer gedaan heb in mijn eigen connectie.
Dan roep ik eigenlijk mijn tweelingvlam en energie aan. Hij hoeft dat zelfs niet bewust te zijn. Nu in dit geval wist hij er nu wel van. Omdat we al verder op ons pad staan. En hij daar ook voor open staat. In het begin was dat een andere kwestie. Maar nu, op dit moment, heb ik dus in een soort van visualisatie, net zoals ik mijn transmissies doe, zoals hij bijvoorbeeld ook die gisteren online gezien hebt. Maar dus ga je naar binnen. En je houdt je visie van waar hij naartoe wilt, wat hij voelt diep van binnen, dat verlangen, wat dat mogelijk is. Want het is eigenlijk dat verlangen, hij weet. Wanneer dat ik dat verlangen in de realiteit gecreëerd heb, dat is eigenlijk hoe dat ik dan mijn ware essentie aan het uiten ben, aan het belichamen ben. En dat is ook de manier waarop je dan eigenlijk alles naar je toe magnetiseert, alles naar je toe aantrekt om in die staat van zijn te komen. En dus daarom is het belangrijk dat je beseft en dat je weet dat je angsten altijd loslaat in het nu. En vanuit het nu, dus in het nu ligt jouw kracht, vanuit het nu kan je zaken uit het verleden gaan neutraliseren, gaan transformeren, maar ook in de toekomst en in alle tijd en ruimte. Daarom gaan merken dat mensen die met mij samenwerken, dat we ook altijd spreken over ik transformeer, puntje, 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 in alle tijd en alle ruimte. Omdat we vanuit het nu invloed hebben op alle tijd, zowel het verleden als in de toekomst. En daaraan gekoppeld merk ik dan ook vaak dat wanneer we op die manier gaan werken vanuit die energieën, dat de meeste mensen eigenlijk een stukje bang zijn om met energie te werken. Waarom? Omdat ze eigenlijk hun eigen kracht gaan voelen en nog daar heel onzeker in zijn en daar eigenlijk angst voor hebben. Dus ook dat is ook weer gekoppeld aan die zelfwaarde. Van wie ben ik om die kracht te dragen? Wie ben ik om vanuit mijn kracht die situatie of die angsten of die emoties te gaan transformeren? En dus dat is het stuk waar we nu allemaal, zeker als vrouwelijke energie, gaan aankijken. Dus ben jij de vrouwelijke energie? Ga naar binnen. Hou je visie van wat je voelt, dat je diepste verlangen is. Hoe dat je wilt dat het. Nee, niet hoe dat je wilt, hoe dat je voelt dat het mogelijk is. Dat is wanneer je afgestemd bent op je diepste zielsverlangen. En van daaruit kan je eigenlijk alle angsten, alle overtuigingen, alle dingen waar je bang voor bent, kan je eigenlijk gaan transformeren. Ga je via jouw energie, via het werken met de universele vlammen, kan je gaan transformeren en loslaten. En dat kan je dan ook doen in verbinding met jouw tweelingvlam. Nu in ons geval, of in mijn geval, ja in ons geval, visualiseer ik dan eigenlijk gewoon mijn tweelingvlam voor mij. En in dit geval hebben wij eigenlijk om de handen vastgehouden en hebben wij eigenlijk een vortex gemaakt om ons heen. En dan de angsten eigenlijk via die vortex van de liefde. Dus dat is eigenlijk de kracht van drie. Dus mannelijke, vrouwelijke energie en dan eenheid, wat dat dan ontstaat door de liefde, wat dat energie is. Dan heb ik eigenlijk die angsten getransformeerd, losgelaten. Niet alleen in mezelf, maar ook bij mijn tweelingvlam. En je kan dat gebruiken door bijvoorbeeld je seksuele energie te gebruiken, maar dat hoeft zelfs niet. Je kan gewoon daar ook voor beroep op doen op de universele vlammen. Maar daaraan gekoppeld ga je ook merken dat zeker ook bij tweelingvlammen daar ook stukken zitten van voorouderlijke patronen. In die zin dat vanuit de maatschappij, als je gewoon ook in de geschiedenis kijkt, is het niet. Werd er niet altijd aanvaard dat vrouwen succesvol waren. Dat ze het waard waren om succesvol te zijn. Dat ze het waard waren om hun eigen passie te volgen. Dat ze het waard waren om hun eigen onderneming neer te zetten. En nog een keer succesvol te zijn. Zonder een man of zonder afhankelijk te zijn van een groter bedrijf. Dus weer van een instantie buiten zichzelf af. En daar is belangrijk dat je begrijpt dat als tweelingvlam, als vrouwelijke energie en ook als mannelijke energie, dat belangrijk is om te verbinden met je eigen energie. Want jij bent succesvol, jij bent een leider in jouw vlak, in jouw vak, die vlak, in jouw vak op jouw eigen manier, vanuit jouw eigen authenticiteit en de talenten en de dingen die je meedraagt, wie dat je bent. Dat is om succesvol te zijn, om die leider te zijn, om andere mensen te inspireren door gewoon jezelf te zijn, door een voorbeeld te zijn, leiden door voorbeeld. En dan ga je merken dat dat wanneer je niet kan meestromen in die flow en dat je echt afgeleid wordt en in die mind, in je gedachten gaat gedrokken wordt en alles gaat gaan overdenken, dat dat eigenlijk jouw ego is die je probeert vast te houden. Ook al is die nieuwe versie van jouw succesvolle versie, van jouw ondernemende versie, van jouw lichtwerkersversie, van je tweelingvlam, wat dat ook is dat je voelt, ook al is die versie al in jou en is die al hier.
Dus word je eigenlijk gevraagd om jouw ego wat te sussen, om jouw ego wat te gerust te stellen en dat te omzeilen. En hoe doe je dat? Ook weer door naar binnen te gaan en je te verbinden met jouw energie, die al succesvol is, die al in eenheid is met die tweelingvlam, die al alle overvloed en alles heeft gemanifesteerd. Het is er al. We zijn er al één mee. Het enige wat wij moeten doen is eigenlijk ons fysieke zelf daarmee te gaan uitleggen. En daar zit dan dat stukje zelfwaarde weer in. Ideeën, overtuiging dat we daar rond hebben, waardoor dat we ons constant vasthouden. En dat is hetgeen waar dat nu voornamelijk de mannelijke energie mee worstelt. Dus door de volle maan, door de energie van de volle maan, worden ze emotioneel getriggerd op dat stuk. En dat is nodig omdat ze dan eigenlijk in die doorbraak kunnen komen, omdat ze daar dan doorheen kunnen breken en dat ze kunnen inzien dat ze het waard zijn. Dus we zitten hier weer op die zelfwaarde, dat ze het waard zijn en dat het oké is om die goddelijke liefde, die diepe zielsliefde dat ze ervaren, om dat in het fysieke ook te gaan omarmen. En dat er daar geen angst voor hoeft te zijn, omdat het voorbestemd is. Dus het samenkomen voor een Divine Masculine heeft niet alleen met die bindingsangst te maken, maar ook met die zelfwaarde dus. En ook maar met de angst om het dan uiteindelijk te gaan verliezen. Maar waarom? Omdat zij naar de vrouwelijke energie kijken als van, die heeft alles op een rijtje, die heeft geen onzekerheden, die heeft geen angsten, die is perfect zoals dat ze is, die is succesvol, die is van dienst, die stapt al in haar missie, die doet al de dingen dat ze moet doen en zie mij hier zitten. En dus vanuit die eigen onzekerheid zetten ze zichzelf vast, nemen ze geen actie, blijven ze wat ze zeggen, omdat ze denken dat ze op die manier de vrouwelijke energie beschermt. Omdat ze het zichzelf niet waard vinden. Dus wanneer dat er ook geen communicatie is met met de vrouwelijke energie of met de Divine Feminine, dan is dat ook vanuit die angst, vanuit van ja, wie ben ik om dat te mogen ontvangen. Ik heb het mijn tweelingvlam zo vaak horen zeggen van ik vraag me nog altijd af wat dat ik gedaan heb of waar ik het aan te danken heb om dergelijke connectie, om dergelijke liefde, om dergelijke een vrouw, heen, mijn vrouw, mijn zijn vrouw, om dat te mogen ontvangen in mijn leven. En dat is dus het stuk waar dat de mannelijke energie nu ook weer nog meer worden en uitgedaagd door de collectieve energieën om daarom te werken. En dat is die dualiteit. Dus nu worstelen ze met het duale. Tussen het logische verstand, de mind, die gedachten die hen in die 3D vasthoudt. En over wat dat dan alles mogelijk is, hoe dat alles gaat verlopen. Hè. Zoals ik daarnet vertelde, helemaal in het begin van rond de energieën, werk, financiën, ouders, partner, eventueel andere partners, kinderen, werk, wat dan ook maar is. En tegelijkertijd, die diepe connectie dat ze voelen, ook in energie, die liefde dat ze voelen, het licht en de voeding dat ze ervan krijgen. En dat zorgt ervoor dat ze constant heen en weer gesleurd worden. Maar die doorbraak is er nu, dus die emotionele triggering is er nu, net omdat ze het zouden klaargestoomd worden, omdat ze klaar zouden zijn om die onvoorwaardelijke liefde ook volledig te gaan omarmen. Dus niet maar alleen emotioneel, niet meer alleen mentaal. Niet maar alleen al energetisch, maar echt ook in het fysieke. En ook daar stappen te gaan zetten. En dat is hetgeen hoe dat we naarmate dan meer naar eind april en dan meegaan, dat je gaat merken, afhankelijk van waar je bent natuurlijk in je proces, maar dat je gaat merken dat daar weer veranderingen gaan in gebeuren. Dus dat ze weer angsten die boven komen of die mogen getransformeerd worden. Dus weet. Als vrouwelijke energie, wanneer je merkt dat jouw divine masculine, jouw mannelijke energie, jouw partner, jouw tweelingvlam, als ze stil is, als ze naar binnen gaat, als ze wat teruggetrokken is, dat is omdat ze dingen aan het processen zijn, omdat ze dingen aan het herkouwen zijn, dat ze dingen naar binnen aan het gaan zijn. En dat is goed, dat is een goed teken. Want dat maakt dat ze verbinden met hun vrouwelijke energie, dus met hun eigen vrouwelijke energie. En hoe meer dat ze daar vertrouwen en veiligheid in vinden, hoe gemakkelijker dat het ook gaat zijn om die verbinding naar jou toe te maken. Dus ik zou zeggen, neem de periode waarin dat jouw mannelijke energie niet met jou verbindt, geen contact met jou neemt, of wanneer dat de fysieke communicatie wat stiller is of wat minder frequent is. Ga niet overdenken. Vertrouw daarin dat dat het proces is dat nu nodig is in jullie connectie. En rust en integreer al hetgeen dat jij al geleerd hebt. Zodanig dat jij het dan ook weer kan doorgeven aan anderen als leraar, net zoals dat ik nu doe aan jullie. Dus deel ook je inzichten met anderen. Integreer het. Zorg ervoor dat het deel uitmaakt van hoe dat je in het leven staat, van hoe dat je keuzes gaat gaan maken. Want dat is een manier waarop we ook die nieuwe aarde, de nieuwe maatschappij gaan vormgeven.
En wat dat er ook gebeurt, ontgaat van de realiteit. In die zin laat die duale dingen die je nog ervaart in je leven, laat die niet bepalen hoe dat jij je gaat gaan voelen. Als je bankrekening op nul staat, laat dat niet bepalen dat je dan slecht gaat gaan voelen. En ik begrijp het meer dan wie dan ook, net omdat ik er zelf helemaal doorheen gegaan ben. Maar het is net vanuit het goed voelen en vanuit het vertrouwen dat er voor jou gezorgd wordt, dat je er gaat voor zorgen dat deuren openen, dat kansen, dat je ideeën krijgt, dat mensen jou aanspreken, dat er iemand zelfs dingen aanbiedt, of wat dat ook maar is. En zeker wanneer het gaat over financiën, want dat is het meest 3D-stuk dat je maar kan hebben. En dat is, daarom is dat ook een meesterles. Maar wanneer je kijkt naar de staat van je rekening, weet dan dat dat het resultaat is van jouw energie in het verleden. Niet van hoe dat jij nu in jouw energie staat en waar dat jij nu als ziel staat. Dus alsjeblieft, laat dat jou niet tegenhouden om stappen te zetten, om blijven vooruit te gaan, om te blijven investeren in jouzelf. Want dat heeft ook weer te maken met zelfwaarde. Dat heeft ook weer te maken met wat dat jij vindt dat je zelf het waard bent. Ik heb dat vaak ook tegen mensen, zeker met mensen, met lichtwerkers en spirituele ondernemers die met mij samenwerken, die worstelen met het neerzetten van hun prijzen. En dan geven we altijd als excuus van ja, ik ga maar 50 euro, want de mensen kunnen dat niet betalen. Maar dan op dat moment zet je dat ook weer neer vanuit een overtuiging, vanuit een bewustzijn van tekort, van schaarste. Maar er is geen schaarste. We worden dat alleen maar constant zo bevestigd en we zijn daar zo geconditioneerd op, dat we eigenlijk constant gewoon ook hetzelfde gaan manifesteren, gaan aantrekken. En dat is ook een van de redenen waarom dat mijn trajecten niet van de goedkoopste zijn. Omdat ik net door die hogere prijzen te vragen, aan jou vraag om het jezelf waard te vinden om in dat traject te stappen, om het jezelf waard te vinden om met jezelf aan de slag te gaan. Want als ik 24 op 7 energie in jou investeer, dan verlang ik tenminste dat jij dat ook doet. Dat jij ook klaar bent om die investering te doen. En dat is dan hetgeen wat ik geleerd heb, gemerkt en ervaren heb, al nu ondertussen al 2-3 jaar, dat mensen die inderdaad die investering doen, dat zij ook de grootste vooruit gaan maken, want ze hebben die investering gedaan. Ze hebben getoond aan zichzelf en aan het universum van kijk, ik ben dat waard. En dan, dat geld wordt dubbel en dik terugverdiend. Niet altijd onmiddellijk in geld, wel op langere termijn, na een aantal maanden, het komt zelfs, soms zelfs onmiddellijk. Ook dat heeft weer te maken met hoe dat je erover denkt, over wat dat je overtuigingen zijn, over wat dat je denkt en toelaat. En dan zetten we weer het stukje in manifesteren. Maar daar ga ik dus nu op dit moment niet over uitweiden. Maar je ziet, ik ben er heel passioneel gepassioneerd rond. En ik vind het zo jammer dat zoveel mensen zich vastzetten gewoon om uit angst voor dat geld. Geld is er altijd, echt waar. In de laatste 10 jaar, op het moment dat ik gestopt ben en mijn ontslag heb ingediend, of zelfs eigenlijk een stukje ervoor, dat is het moment dat ik in ziekteuitkering en dan uiteindelijk in loopbaanontbreking gegaan ben bij de politie. En ik had een job als ambtenaar. Ik was gewoon zeker van mijn geld elke maand. Ook al deed ik bijna niks van werk als het ware. Of had ik geen zin om te werken als het ware. Maar het geld was er wel altijd. Maar het putte mijn ziel zo uit en het gaf me geen vervulling en geen voldoening meer. Maar vanaf dan, laten we zeggen in 2013 en eerder, vanaf 2015 tot 2019, 2020, tot aan mijn echtscheiding, dan zijn er heel veel zaken, zijn er heel veel zaken dat ik geleerd heb rond dat financiële stuk, rond het jezelf waard vinden, rond grenzen stellen, ook naar klanten toe, naar prijzen toe, naar investeringen toe. Echt, wanneer dat je gaat gaan werken met geld, en zeker als tweelingvlammen, en het stroomt niet. Want uiteindelijk, geld stroomt altijd. Dat is zoals een rivier. Dat is zoals je seksuele energie. Dat is er altijd. En je kunt dat tegenhouden. Ofwel kan je het gewoon gebruiken op een positieve manier. En dat is de keuze dat jij altijd elke dag opnieuw weer hebt. Op welke manier ga je je leven vorm geven? Vanuit tekort en schaarste of vanuit liefde en vertrouwen? Vanuit verbinding met je ziel, vanuit creativiteit, vanuit de seksuele energie, vanuit liefde of vanuit angsten, zorgen, problemen, obstakels. Rekeningen en moet betalen. Ik moet ook rekeningen betalen, maar ik focus niet op die rekeningen. Ik focus op de dingen die binnenkomen. Ik focus op mijn creativiteit. Ik focus op het kunnen van dienst zijn. Ik focus op het inzichten kunnen geven.
En dan ga je zien dat het universum altijd voor je zorgt, op de meest onwaarschijnlijke manieren. En dat is het moment waarop dat die seksuele alchemie, zoals dat we dat zeggen, of gewoon energie, manifestatiewerk, eigenlijk magische dingen teweeg brengt. Dat is die magier, zoals ze zeggen in de tarot. Zo, ik hoop dat je er heel wat weer uitgehaald hebt. Als je met mij wilt samenwerken, weet dan dat dat op verschillende manieren kan. Klik op de linkjes hieronder. Ik ben zelf beperkt in het één op één met mensen samenwerken, natuurlijk. Wat dat logisch is, want ik heb ook maar 24 uur en 7 dagen in de week. Als ik dat zou kunnen veranderen, dan zou ik dat zeker doen. Daarom werk ik ook met een groepstraject voor degenen die daar zich toe geroepen voelen. En mocht ik merken dat je bijvoorbeeld wel één op één wilt, ondersteuning wenst, maar ik kan je bijvoorbeeld niet meer opstarten omwille van dat mijn agenda vol zit, dan werk ik ook ondertussen samen met een van mijn goede vriendinnen ondertussen, collega's, die ooit gestart is als een klant bij mij. Dus ik weet dat de dingen dat zij dan ook meegeeft, dat dat ook echt is waar ik ook achter sta. En dan stuur ik jou naar haar door als ik voel dat jullie een match zouden kunnen zijn. Zo, dat was het voor vandaag, voor deze extra video. Ik weet niet wat dat weekend gaat brengen. Ik laat me leiden. Ik ga ondertussen nog wat verder schrijven, nog wat notities en ideeën. Ja, geen ideeën opdoen, maar gewoon ideeën ontvangen, downloads ontvangen, want het kanaal is weer open. En dan zien we wel in de volgende video. Als je vragen hebt, er zijn onduidelijkheden, loop tegen dingen aan. Worstel niet, maar stel gewoon je vraag. Laat je helpen. Dat is ook weer al een teken van zelfwaarde. Zo, dat was voor nu. Ik wens je alvast een heel fantastisch, fijn weekend. En ik spreek je in de volgende. Bye.